lieve vrienden, het is natuurlijk uiteraard weer wat donker. Ik zit even in de keuken bij het felle licht. Is iets beter dan dat handlampje. Ik had vanmiddag niet gevlogd dat ik thuis kwam, want daar had ik de kans niet voor, de tijd niet voor, te druk. Maar ik moest van alles en nog wat doen, terwijl ik o zo moe werd van het rijden. Maar ik hoop dat jullie natuurlijk uiteraard genoten hebben. En ja, morgen gaan we weer. Dan weer een andere kant op. We hebben er een rommelmarkt erbij. Dus ja, ik wens jullie dan ook nu alvast veel plezier. En ik kreeg daarnet met dit kaartje, met mijn geheugenkaart, de dingen niet voor elkaar wat ik voor elkaar moest krijgen. Omdat er een slot op zat. En ik denk, wat betekent dit? Dus ik op internet googelen. Ja, nou ben ik eruit en nou heb ik het goed. Dus alles is weer oké met de camera. En ja, ik zou zeggen, voor zometeen wel trusten en natuurlijk uiteraard lekker slapen. Morgen gezond op en alvast een hele fijne, liefdevolle en een gezegende tweede paasdag gewenst. En ja, we zullen het morgen weer beleven. Ja toch? Ik zou zeggen, tot dan, wel trusten.